Als je naar deze watplaat kijkt, denk je vooral zand en klei te zien. Verder niets bijzonders. Maar als je sterk inzoomt, dan zie je er microscopisch kleine algjes. Dit zijn kiezelwieren. Deze kiezelwieren, ook wel diatomeeën genoemd, bestaan uit veel verschillende soorten met de mooiste verschijningsvormen. Kiezelwieren zijn wereldwijd extreem talrijk, met vele miljarden alleen al op één watplaat. Daarom zijn ze van grote betekenis en ze nemen evenveel CO2 op als alle regenwouden op aarde bij elkaar. Dit doen ze door fotosynthese. Van zonlicht maken ze zo hun eigen energie. Ze zijn dus fotoautotroof. Naast zuurstof produceren ze voedingsstoffen zoals suikers. Een deel verbranden ze zelf. En de rest scheiden ze samen met eiwitten uit als slijm. Dit slijm plakt zandkorrels aan elkaar vast. De watplaten zijn daardoor heel stevig en bestand tegen erosie door sterke stromingen. Zo'n glanzende sliklaag vol kiezelwier vormt mede de basis van al het leven in het Waddengebied. Zij zijn de primaire producenten in de voedselketen en worden gegeten door allerlei wormen en schelpdieren. Kiezelwieren zijn de belangrijkste bron van energie voor het hele Waddengebied. Ze zijn de zonnepanelen van dit ecosysteem.